Welkom bij deze eerste workshop rondom de veiligheidsbenadering van de regionale keringen. Vanochtend natuurlijk al even kort geïntroduceerd door Henk van Hemert en ik zal er nu iets dieper op ingaan. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Mick van Montvoort. Ik ben adviseur waterkeringen bij HKV, zo'n 4 jaar nu. En in die functie vooral betrokken bij zowel beoordelen, toetsen als het ontwerpen van zowel primaire als regionale waterkeringen. En binnen het project van de pilots naar de veiligheidsbenadering heb ik gewerkt aan de pilot Ommoord. En wat we gaan doen tijdens deze workshop, ik ga eerst kort de introductie geven. Of eerst nog even kort het doel nog een keer herhalen wat Henk al heeft gezegd. Wat was nu het doel van die 4 pilots? Dan zou ik kort de introductie geven over specifiek het pilot Ommoord. En dan met wat de belangrijkste conclusies, inzichten, opvallendheden die uit die pilot volgen. En tot slot wil ik wel wat tijd voor inruimen, even met jullie aan de hand van een paar stellingen van gedachten wisselen over een nieuwe veiligheidsbenadering. Wat zijn nu de voor- en nadelen van een nieuwe veiligheidsbenadering ten opzichte van de benadering zoals we die nu kennen. Nou, doel van de pilots, Henk benoemde het al kort. We hebben op dit moment al heel lang een veiligheidsnorm of een veiligheidsbenadering voor onze regionale keringen. Dat is een overschrijdingskansnorm. Dat wil zeggen, elke kering krijgt een overschrijdingsfrequentie toegewezen. Dus de overschrijdingsfrequentie van de buitenwaterstand. En dat is de overschrijdingsfrequentie van de buitenwaterstand die kering veilig moet kunnen keren. Dus met voldoende veiligheid moet kunnen keren. En nou, door de tijd zijn er, ook door de overstap die we bij primaire keringen hebben gezien naar een overstromingskansbenadering, waarbij dus kering een bepaalde maximaal toelaatbare kans heeft dat die overstroomt, zijn er twijfels, discussies ontstaan, moeten we met regionale keringen niet daarachteraan. Hè? Is die overschrijdingskansbenadering, overschrijdingskansnorm, zoals we die nu hebben, voldoet die nog wel? Is die nog goed genoeg? Of zijn er redenen om naar een nieuwe benadering toe te gaan? Nou, daarvoor zijn dus 4 pilots uitgewerkt, waarvan pilot Ommoord dat dus 1 is. En in die 4 pilots is dus voor 4 betreffende casussen, 4 betreffende pilotgebieden, is helemaal blanco, van begin tot eind, uitgewerkt. Hoe zou zo'n veiligheidsbenadering eruit kunnen zien? Waar wij steeds eigenlijk in de basis is gehouden, dat we wel de overstromingskansnorm eigenlijk als basis nemen. En dat is onze basis en dat hebben we verder uitgewerkt. Nou, en hè, zoals ik al zei, dus helemaal, de veiligheidsbenadering helemaal van begin tot eind is gevolgd in die pilots. En dat zie je ook aan de 5 onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Allereerst het bepalen van de gevolgen van een overstroming. Systeemmaatregelen, kunnen die nog de gevolgen beperken? Naar een normering. En met een kostenbatenanalyse, wat zou de beste norm zijn dan voor deze kader? Naar een toetsing, verificatie. Hè? Hoe ga ik na of mijn kering voldoet aan die norm die ik heb gesteld? En tot slot de nevenfuncties. Is gekeken, kunnen die nog, heeft Henk ook al even genoemd, dominant zijn in de eisen die ze aan de kader opleggen? Daar ga ik wat minder op in. Die eerste 4 onderwerpen zal ook, komen voornamelijk aan bod. Nou, hier zie je eigenlijk de onderwerpen of onderzoeksvragen in een schema. Het schema stelt eigenlijk een beetje een veiligheidsbenadering voor. En de donkerblauwe blokjes, dat zijn eigenlijk de 4 belangrijkste onderwerpen. En hier zie je een beetje hoe ze zich tot elkaar verhouden in die veiligheidsbenadering. Allereerst linksboven zie je dus de gevolgenbepaling. Hè, welke gevolgen treden erop als zo'n kader overstroomt? Het systeemmaatregelen, hoe kunnen die gevolgen eventueel nog beperkt worden? Die leveren samen de gevolgschade op. Dus wat is uiteindelijk de schade in het geval van een overstroming? Nou, aan de andere kant hebben we het bepalen van de overstromingskans. Nou, het bepalen van de overstromingskans is uiteindelijk natuurlijk belangrijk in onze toetsing. Maar is ook belangrijk voor de investeringskosten. Want als wij de overstromingskans kunnen bepalen, dan kunnen we ook een relatie leggen tussen die overstromingskans en de afmetingen van een kering. En aan de hand daarvan kunnen we kijken, nou, als we tot een bepaalde norm moeten versterken, hoeveel kost dat dan? Hè? Welke afmeting heb ik dan nodig en wat zijn de kosten die daarbij komen kijken? Nou, die schade- en investeringskosten, dat is input voor een kostenbatenanalyse. Uit die kostenbatenanalyse volgt dan een norm, maar dat is een technische norm. Dat is eigenlijk alleen maar de economisch meest optimale norm. Maar Henk gaf het ook vanochtend al aan, een norm komt altijd vanuit een bestuurlijke afweging. Dus hoeft niet per se die norm die uit die kostenbatenanalyse volgt, die hoeft niet per se vastgesteld te worden, kunnen ook redenen zijn om daarvan af te wijken. In ieder geval die twee samen bepalen de uiteindelijke norm die wordt gesteld. Dus de uiteindelijke, een overstromingskansbenadering, de maximaal toelaatbare overstromingskans. Nou, en in de toetsing en ook voor het ontwerp hebben we dan weer het bepalen van de overstromingskans nodig om te zorgen dat we
aan die norm voldoen. Nou, onze pilot, Pilot Omhoort, het is een boezemkade langs de Rotte. Maakt onderdeel uit van het boezemstelsel van Hoogheemraadschap Schieland-Krimpenerwaard. Het is een traject van 2500 meter en beschermt de wijk Omhoort tegen overstromingen. Je zag de wijk net ook al even een filmpje van boven. Het is best wel een stedelijk gebied, er ligt best veel gebouwen, wonen best wel wat mensen. In de huidige overschrijdingskansennorm is die genormeerd als een IPO 5 kade met de norm van 1 op 1000. En de casus kenmerkt zich heel erg, wat best wel vaak voorkomt voor boezemkades, door een beperkte variatie in de buitenwaterstand. Dus om een beeld te geven, de variatie tussen het dagelijks pijl en het toetspijl, dus het pijl bij 1 op 1000, dat is maar orde 30 centimeter, zeg maar. Nou, wat verder nog goed is om te noemen, is dat we pilot Omhoort hebben we gewerkt als een soort koploper pilot. Dus deze pilot heeft wat in tijd en planning wat voorgelopen op de andere drie pilots. En binnen deze pilot hebben we samen met STOA, met Henk van Hemert en Ruben Jongejan, ik en mijn collega Bas Kolen, hebben we ook een werkwijze en stappenplan opgezet voor alle pilots. En dit stappenplan is binnen de verschillende pilots ook gevolgd, met natuurlijk afwijkingen specifiek die voor die pilots van toepassing waren. En omdat dit ook de koploper was, ga ik in deze presentatie niet alleen maar in op de pilot Omhoort, maar zal ik ook wat meer algemene conclusies en inzichten van de verschillende pilots aan bod laten komen. Nou, hier zien we ook eens het gebied van bovenaf. Rood zie je het traject van 2500 meter. Hier ligt de wijk Omhoort en boven zie je de Rotte. Nou, dan zullen we nu even kort gaan kijken naar de belangrijkste inzichten uit de verschillende onderwerpen, onderzoeksvragen die we behandeld hebben. Eerst het bepalen van de gevolgen van een overstroming. En hier heeft Henk vanochtend ook al even kort bij stilgestaan, daar gaan we nu iets dieper op in. Maar wat het belangrijkste is, wat we eigenlijk anders hebben gedaan dan de huidige praktijk, is dat we veel breder zijn gaan kijken. In de huidige praktijk, en we verwijzen ook even naar die plaatjes hieronder, in de huidige praktijk kijken we eigenlijk alleen maar naar dit. Vrijwel alleen maar naar dit. We bepalen eigenlijk via overstromingsberekeningen en schademodellen de inundatieschade in de polder die overstroomt. Dat is dus hier polder A. Nou, binnen deze pilot hebben we gezegd, nou, er kunnen ook wel op veel grotere schaal kunnen er effecten optreden die toch tot significante schade leiden en die je eigenlijk ook zou willen meenemen in je normering. Of je wilt in ieder geval weten wat er zou kunnen gebeuren. Daar hebben we gekeken. Nou, we moeten ook kijken naar keteneffecten en maalstops. Dat zie je hier. En dat zijn eigenlijk invloeden die merkbaar zijn, schades die optreden in naastgelegen polders. En alle naastgelegen polders die van invloed zijn, noem ik hier even polder B. Zijn hier uitgedrukt als polder B. Bijvoorbeeld, hè, keteneffecten. Nou, als gebied A overstroomt, kan bijvoorbeeld bepaalde vitale processen kunnen uitvallen. Kan mensen in polder B kunnen er last van hebben. En dat kan ook best wel tot significante schade leiden. Dus daar zou je een idee van willen hebben of dat aan de hand is en in welke orde die schade dan valt. Daarnaast maalstops. Nou, als bijvoorbeeld de waterschap zegt, als een polder A overstroomt, dan zetten wij maalstops in naastgelegen polders. Die kunnen niet meer afwateren. Nou, zo beperken we de instroom in gebied A, met als gevolg wel, dus hier wordt de instroom minder, maar omliggende polders kunnen niet meer afwateren, dus daar zou ook wateroverlast kunnen ontstaan als gevolg daarvan. Wil je ook in beeld hebben. En we hebben gezegd, nou, we moeten ook kijken naar schade aan het boezemstelsel. Die wordt momenteel ook eigenlijk niet meegenomen in de IPO-normering. We hebben gezegd, nou, die kan ook significant zijn. Want stel nu, gebied A overstroomt, een boezempeil zakt, dat kan op andere plaatsen in die kering kan significant schade ontstaan aan mijn buitentaluut. Want mijn tegendruk valt weg, doordat mijn pijl zakt, buitentaluuts kunnen afschrijven. En het kan stremming opleveren van scheepvaart of andere belangrijke processen zoals sommige boezemsteden zijn heel belangrijk voor waterbeheer, toevoer van water, dat kan ook stil komen te liggen. En in onze pilot, hebben we als koploper pilot eigenlijk voor al die drie gebieden, dus A, B en C, C is dan het boezemstelsel, een soort groslijst opgesteld met allerlei gevolgen waar je aan zou moeten denken en waar je in ieder geval even bij stil moet staan, is dit in dit gebied aan de orde, ja of nee. En dat zijn dus niet alleen maar schades, maar we maken ook, Henk heeft het ook al even genoemd, we kijken ook naar slachtoffers en naar getroffenen in die gebieden. Of is dat aan de orde? Ja, nee. En is dat belangrijk? Ja, nee. Nou, dan zou je zeggen, we gaan veel breder kijken, dus dat kost ook veel meer tijd. Nou, daarom hebben we gezegd, nou, dat moeten we niet gaan doen, dat moeten we niet willen. We gaan wel van grof naar fijn werken. En nou, het zie je hier staan, we hebben schades alleen maar gekwantificeerd als ze significant zijn voor de norm.
En met significant staat ook minimaal, betekent minimaal factor 2 in de totale schade. Nou, wat bedoelen we dan ermee? We beginnen altijd met dit, zoals we dat op dit moment ook doen. Gewoon onze normale schademodellen, die voeden we met dezelfde informatie zoals we dat nu doen. En dan volgt dan de inundatieschade uit in de polder, in polder A. En het schadebedrag dat daarbij hoort, dat nemen we als soort referentieschade. En dan pas gaan we kijken naar al die aanvullende schades die zouden kunnen optreden. Nou, een minimaal een factor 2 in de totale schade betekent dus dat al die aanvullende schades minimaal even groot moeten zijn als die referentieschade. Dan hebben we namelijk, dan wordt de totale schade wordt verdubbeld als we die aanvullend mee zouden nemen. En pas dan, als we het idee hebben van dat zou aan de orde kunnen zijn, en dat is natuurlijk even met wat handberekeningen kun je dat een idee van krijgen, dan pas gaan we in detail kijken en gaan we echt kijken naar maar hoe groot zijn die schades nu eigenlijk. Want vaak zul je tot de conclusie komen, nou die schades die zijn eigenlijk veel kleiner dan die inundatieschade in gebied A. Dat was voor deze polder het geval, omdat nou, gebied A, stedelijk gebied, daar is al heel veel schade. Die aanvullende schades die zijn een orde lager, dus die nemen we dan niet in detail mee, want die gaan niet de norm bepalen. Maar als die schade in gebied A heel klein is, dan zou dit wel kunnen gaan domineren en dan kun je die wel in meer detail gaan bepalen. Nou, en waarom dan een factor 2? Die kan ik ook nog even uitleggen. Omdat als de schade met het schadebedrag met de factor 2 stijgt, dan zal uit een kostenbatenanalyse de norm ook een factor 2 strenger worden, grosso modo. En eigenlijk, daar hebben we een beetje van gezegd, nou een factor 2 in een norm, dat is eigenlijk wel het kleinste, het minimale verschil, zeg maar, wat je uiteindelijk ook echt in je kade in afmetingen terug gaat zien. Dus alles wat daaronder valt, dat zal wel heel, heel minime verschillen hebben op mijn dijkontwerp, het ontwerp van de kade. Nou, wat doen we met die overige schades en gevolgen? Want we hebben ze natuurlijk allemaal. We hebben een groslijst, dus we hebben bij al die schades hebben we, en alle gevolgen hebben stilgestaan. We hebben ze misschien niet allemaal in detail gekwantificeerd, maar we weten er wel iets van. Die gooien we niet weg, maar we houden een soort lijstje bij met wat wel nog aan relevante gevolgen kan zijn, ook al is het niet, komt het niet meteen, zou het niet meteen tot uitdrukking komen in de norm. En die schades kunnen we kwalitatief meenemen. Hoe doen we dat dan? Nou, we hebben dus een gevolgschade, dat zijn dus alleen maar de schades die significant zijn. Die bepalen het totale schadebedrag. Dat is ook het bedrag dat de kostenbatenanalyse ingaat. Dus uiteindelijk in een technische norm terechtkomt. Maar op basis van een bestuurlijke afweging kan ik wel zeggen, nou in dat lijstje zie ik wel nog gevolgen staan die ik eigenlijk liever niet wil hebben. En dan zou je op bestuurlijk niveau zou je kunnen zeggen, nou dan kies ik er toch voor om een normklasse strenger te zitten dan wat uit mijn kostenbatenanalyse volgt. Puur omdat ik bijvoorbeeld niet wil dat, in het geval van pilot ommoord, stond de A20 onder water, heb je stremming van de A20. Nou, als je dat gewoon wil voorkomen tot aan een bepaalde terugkeertijd, een bepaalde frequentie, kun je op basis daarvan wel voor een strengere norm kiezen. Of vanochtend weer bijvoorbeeld het voorbeeld genoemd van datacenters. Nou, als je bijvoorbeeld, dit kan ook zijn dat die kosten niet significant zijn voor de norm, want dat je op bestuurlijk niveau wel zegt, ik wil niet dat dat gebeurt, dus ik kies net voor een iets strengere norm. Dat zijn de belangrijkste inzichten uit de gevolgenbepaling. Dan gaan we naar de systeemmaatregelen. En systeemmaatregelen hebben we gedefinieerd als ingrepen aan het watersysteem die de gevolgen van een keringdoorbraak kunnen verkleinen. En nou, als wij nu denken, we hebben zoiets van het overstromingsrisico ergens in een gebied is te hoog geworden, denken we vaak meteen aan een dijkversterking. Die dijk moet hoger, die dijk moet sterker of wat dan ook. Je zou ook kunnen zeggen, nou, we kunnen ook systeemmaatregelen toepassen. Want als we systeemmaatregelen toepassen, versterken we niet de dijk. Dus die foutkans blijft hetzelfde, maar we verkleinen wel de gevolgen. Dus het overstromingsrisico daalt wel. Zo zou je dus ook kunnen zeggen, als we het risico hetzelfde willen houden, en we gaan systeemmaatregelen dus meenemen in de norm, zou je dus voor hetzelfde risico, waarbij je dan wel systeemmaatregelen meeneemt, zou je dus heb je lagere gevolgen, minder schade. En om hetzelfde risico dan te behalen, kun je ook volstaan met een soepelere norm aan je kering. Dus dat heeft Henk vanochtend ook al even aangeraakt. Als je systeemmaatregelen meeneemt en daarmee dus je gevolgschade beperkt, zou dat wel eens kunnen leiden tot een soepelere norm voor de kering. Wel opgemerkt moet worden bij systeemmaatregelen, want dat is wel goed om stil bij te staan. Eigenlijk zijn systeemmaatregelen altijd gericht op de gevolgschade in gebied A, dus de directe inundatieschade. Want systeemmaatregelen zijn vrijwel allemaal maatregelen die de instroom bij een doorbraak verkleinen. Maar kunnen wel negatieve gevolgen hebben voor omliggende polders in het boezemstelsel.
Twee voorbeelden. Nou, het voorbeeld van de maalstops hebben we al genoemd. Maalstops kunnen leiden tot schade in omliggende gebieden, omdat die niet meer kunnen afwateren. Maar ook bijvoorbeeld het compartimenteren van de boezem, waarbij we een deel van de boezem afsluiten. Er stroomt minder water in het gebied A, in de directe polder, omdat alleen het compartiment leegstroomt. Maar alleen dat compartiment, dat is kleiner, daar zit minder volume water in, dat stroomt dus wel sneller leeg, waardoor mijn pijl harder zakt, waardoor ook mogelijk meer schade aan mijn buitentaluut veroorzaakt. Dus dat zijn wel dingen als we systeemmaatregelen mee willen nemen, waar we rekening mee moeten houden. In de pilots hebben we gezegd, nou, we kunnen dus systeemmaatregelen meenemen in onze norm en daarmee mogelijk tot soepelere normen voor de kering komen. We hebben gezegd, nou, we gaan hier ook weer alleen de invloed van die systeemmaatregelen kwantificeren. Dat is alleen maar nuttig als dat leidt tot een schadereductie van factor 2. Dus dat is weer die factor 2 in een norm. Anders heeft het sowieso, is de invloed op de norm zo minimaal dat het weinig zin heeft om in detail die systeemmaatregelen te gaan uitwerken. En voor de pilot onmoord zagen we dat dit inderdaad dus het geval was. Daar spraken we een hele snelle instroom bij een doorbraak. Dus ook een hele snelle schadeontwikkeling. Dus bij systeemmaatregelen zijn meestal maatregelen die je pas na de doorbraak gaat treffen. Dus daar zit enige tijd in. En als je in die tijd in het begin al de meeste instroom van water hebt gehad en daarmee de meeste schadeontwikkeling, heeft het uitvoeren van systeemmaatregelen niet meer heel veel invloed. En daarbij zie je dus ook, als je wil kwantificeren de invloed van systeemmaatregelen, welk invloed ze hebben op de gevolgschade, dan zijn heel gedetailleerde overstromings- en schadeberekeningen nodig. Want dan moet je precies weten, nou, hoe ontwikkelt die schade zich in de tijd. Ik denk dat Guido daar straks nog wat meer over gaat vertellen. Maar goed, mocht je dus wel zoiets hebben, nou, in dit gebied zou die systeemmaatregelen mogelijk wel van invloed kunnen zijn en mogelijk wel kunnen leiden tot een soepelere norm, dan kunnen we die heel mooi meenemen in een kosten-batenanalyse. Want in de gevolgen nemen we gewoon lagere gevolgen mee, dus de invloed van die systeemmaatregelen. En in de kosten, de investeringskosten, kun je mooi de kosten van een systeemmaatregel, van het inzetten van die maatregel, kun je ook mooi meenemen. En daaruit volgt dan gewoon de norm van je kering, waarbij de invloed van die maatregelen hebt meegenomen. Een puntje van aandacht is wel, misschien dat iemand hier ideeën van heeft, wanneer durven we zo'n systeemmaatregel nu mee te nemen in een norm? Want je kunt je voorstellen, als we gaan normeren, dan kan ik wel zeggen, nou ja, als daar een doorbraak is, binnen een uur is die bres gedicht. Of binnen een uur heb ik dit gecompartimenteerd. Maar daar moet natuurlijk wel enige vorm van betrouwbaarheid aan zitten. Want je gaat daar wel de norm van je regionale kering, het zijn dan op dat moment communicerende vaten, die ga je daar wel op afregelen. Heeft iemand daar een idee bij hoe je dat zou kunnen inregelen? Ja? Want ik zou dan voorstellen, als je een systeemmaatregel treft, bijvoorbeeld een compartimentering, dat je tenminste de betrouwbaarheid daarvan in rekening brengt. Dus ook de kans op het mislukken van die compartimentering. En als je het hebt over het snel dichten van een bres, ja, dan heb je eigenlijk ook een beetje een principiële keuze. Want je kan zeggen van ja, ik kan die bres snel dichten, dus laat die doorbraak maar vaak plaatsvinden. Maar volgens mij is dat iets wat je niet zou moeten willen. Nee, goed, dat zijn misschien inderdaad verschillende maatregelen. Dat zou je voor verschillende maatregelen inderdaad anders zijn aankijken. Ja, maar dit is wel iets waar natuurlijk discussie over kan bestaan. En daar hebben wij het antwoord ook nog niet op. Ja? Volgens mij gaan mensen het overwegen op tijd overwegen zodra het leidt tot winst en anders. Dus zodra jij de uitkoop van een woning kan voorkomen, omdat je profiel niet meer die woning snijdt bij een lichte norm, dan pas ga je het overwegen zodra het verschil betekent tussen een 1 op 6 of een 1 op 70 iets. Ja, dan kies je natuurlijk gewoon voor de strengere norm. Ja. Volgens mij moet het een soort knikpunt voorkomen wat je anders krijgt. Dat is een mooie, maar inderdaad, dit is iets waar wij het antwoord ook nog niet op hebben. Hangt ook af inderdaad van het gebied. Is gebiedsafhankelijk en verder, ja, je hebt eigenlijk een beetje twee smaken. Of je zou kunnen zeggen, nou, ik laat het aan de beheerder om dat te motiveren dat dat mogelijk is. Anderzijds zou je het helemaal kunnen dichttimmeren met toetsingen als betrouwbaarheid sluiten en dat soort zaken. En waarschijnlijk ligt het optimum ergens in het midden, maar dat is wel iets wat, zeg maar. Mag ik het nog even ingewikkelder maken? Zeker. dit gaat uit van het systeem, zeg maar, hè? Van het keringensysteem. En waar ik wel heel erg nieuwsgierig naar ben, is twee dingen. In de eerste plaats, als je kijkt naar de verantwoordelijkheid voor regionale keringen, ligt de adviesfunctie ligt bij de waterschappen en de besluitovervoeringen van de provincies.
ik ben benieuwd hoe zich dat gaat verhouden met systeemmaatregelen. En in de tweede plaats daarbij, als het gaat om rechtszekerheid en betrouwbaarheid zeg maar, voor de inliggende mensen, om maar zo te zeggen, dan is er ook nog een relatie, lijkt mij, met het bestemmingsplan. En ik vraag me even af hoe systeemmaatregelen zich dan verhouden tot een bestemmingsplan. En de zorgplicht zeg maar, die daaruit volgt. Dat is een heel goede opmerking. Daar hebben wij op dit moment ook nog niet het antwoord op. Daar hebben we nog niet naar gekeken. Maar dat zijn zeker zaken om in rekening te houden. En inderdaad, je eerste opmerking is inderdaad ook een hele goede. Van de provincie en waterschap, zeg maar. Dat vereist, zeker als je met systeemmaatregelen gaat werken en meenemen in je normering, vereist een hele hoop samenwerking en afspraken. En of dat überhaupt dan juridisch te regelen valt, dat zal onderzocht moeten worden. Dat lijkt me interessant. Ja. Voorzichtig, maar systeemmaatregelen zijn natuurlijk ook niet gratis. Nee. Bijvoorbeeld de afsluiting van die boezem heb je ook allemaal infrastructuur voor nodig. Precies, maar dat kun je dus zou je in je kostenbatenanalyse wel kunnen meenemen. Want aan de ene kant kun je dus de invloed meenemen bij de gevolgen, hè, dus de reductie van je gevolgen, dus je gevolgen worden kleiner. Maar in je kostenbatenanalyse komen ook je kosten, dus daar kun je mooi de kosten van je maatregel kun je daarbij optellen. En dan... Ja, in principe wel. Maar daar is de werking en de betrouwbaarheid is natuurlijk wel juridisch helemaal dichtgetimmerd. Dat zou ik hier ook kunnen. Elke drie maanden dat je boezem afsluit. Ik zelf wil het even verder gaan, hoor. We gaan naar de kosten-baten. Naar de kosten-baten-analyse. Kosten-baten-analyse gaan we eigenlijk op zoek, dus hier heeft denk ik ook al veel over verteld, dus wil u wat korter doorheen gaan. Kijken we naar onze totale kosten. Het zijn dus de investeringskosten, hoeveel kost een versterking tot aan een bepaalde norm en het overstromingsrisico bij een bepaalde norm. Dus de kans dat het overstroomt, maal de gevolgschade. En daar hebben we, zoals ik ook al zei, onderscheid tussen een ontwerpnorm en een toetsnorm afkeurgrens. Dus de afkeurgrens, dat is de norm waarbij we zeggen, nou als hij daar niet meer aan voldoet, dan moeten we gaan versterken. En de ontwerpnorm is, gegeven dat we al moeten gaan versterken, tot welke norm kunnen we het dan het beste versterken? Een optimale ontwerpnorm voor onze casus, die lag op 1 op 10.000, die zie je hier, dat zit dus hier ergens. En dat is dus een overstromingskans. En dat viel eigenlijk op over alle pilots, dat vind ik ook al aangestipt. Die bandbreedte bij die optimale ontwerpnorm is dus heel breed. Dus dat geeft aan dat je best wel wat robuustheid zou kunnen aanbrengen in je ontwerp tegen relatief lage kosten. Die groene stippellijn, even om aan te geven, dat is een bandbreedte van 10% op onze totale kosten. Dus een bandbreedte, een norm van 3000 naar 300.000, scheelt maar 10% in de totale kosten. Geeft ook te denken aan als je gaat versterken, hoe nauwkeurig moeten je berekeningen dan zijn als je norm toch zo ver uit elkaar loopt. Optimale toetsnorm is de overstromingskans waarbij het risico zo groot is geworden dat de baten van de versterking, dus de risicoreductie, opwegen tegen de kosten van de versterking. En die optimale toetsnorm is 1 op 1500, dus die is een heel stuk soepeler, een factor 7 soepeler dan de ontwerpnorm. En daarmee zien we eigenlijk dat, hè, als we het hebben over die twee normen, laat eigenlijk zien dat je een versterking best zo ver mogelijk kunt uitstellen. Hè, daarom is die toetsnorm relatief soepel. Maar als je gaat versterken, dan kun je het maar beter goed doen. En dat zie je ook in die grote bandbreedte van die ontwerpnorm. En dit is niet iets wat wij bedacht hebben, maar dit is dus echt gewoon wat volgt uit je kosten-baten-analyse. Nou, en dit, als we dat even spiegelen aan de huidige praktijk, dan wordt er eigenlijk nooit bij stilgestaan. In de huidige praktijk hebben we een IPO-norm. En volgens mij is de gangbare praktijk, en waterschappers hier zitten springen me vooral tegen als ik het mis heb, dat we eigenlijk gewoon de IPO-norm zowel gebruiken als toetsnorm, afkeurnorm, als ontwerpnorm. En in onze leidraden staat natuurlijk wel dat we voorafgaand aan een versterking een kosten-baten-analyse kunnen uitvoeren. Maar mijn beeld is dat er niet vaak wordt gedaan. En eigenlijk wat we in de pilot hebben gezien is dat het best wel kan lonen om dus wel eens te kijken naar zo'n kosten-baten-analyse. Omdat je dan dus kunt zien, nou, je hebt ook een beter verhaal, omdat je dan heel makkelijk kunt uitleggen van, nou, stel we geven iets meer robuustheid, is gewoon kosteneffectief. We willen nog even naar de toetsen gaan. Toetsen gaan we eigenlijk is een verificatie of we aan onze norm, die we net hebben vastgesteld, dus dat is een maximaal toelaatbare overstromingskans, of we daaraan voldoen. En nou ja, toetsing, hè,
Wij zitten nu in een overschrijdingskansnorm en we gaan nu toetsen met een ontwerpnorm. Dat betekent dus dat we een soort faalkans moeten gaan bepalen. Een overstromingskans moeten gaan bepalen. Of in ieder geval moeten kunnen aantonen dat we aan die of onder die maximale overstromingskans zitten. Nou, daar hebben we verschillende modellen voor. De rekenkundige modellen van heel simpel semi-probabilistische modellen zoals we die nu ook al kennen bij de overschrijdingskansbenadering. Die zijn in principe prima, misschien met kleine aanpassingen, ook te gebruiken bij een overstromingskansbenadering. Als we ze maar veilig als een soort eerste toets, als we ze veilig genoeg maken en we weten dan, nou, als we aan die semi-probabilistische modellen, als we daarmee voldoen aan onze veiligheidsfactoren, dan weten we ook zeker dat we aan onze overstromingskansnorm voldoen. Zo zou je hem kunnen inregelen. Andersom, zou je nou meer geavanceerd, zou je naar volledig probabilistische berekeningen kunnen gaan. Met bewezen sterkte eventueel nog. Aan de andere kant hebben we ook methodes die meer gericht zijn op inspectie en beheer. Bijvoorbeeld toetsen op degradatie. Waarbij we weten bijvoorbeeld hoe veilig de kering is en we monitoren de achteruitgang van die kering en wat die invloed dan is op de veiligheid. Een instandhoudingsprofiel, waarbij we een soort profiel kiezen waarvan we weten daarmee voldoen we aan de overstromingskans. En binnen beheer gaan we erop sturen dat we aan dat profiel min of meer aanwezig blijft. En laatste is likelihood ratios. Dat is eigenlijk een combinatie van rekenen en inspectie. Waar wij een soort fragility curve opstellen. Fragility curve geeft de relatie tussen een belasting, in dit geval de waterstand, en een faalkans. En nou, dat kunnen we gewoon berekenen met modellen die we hebben. En op basis van wat we in het veld zien, positieve kenmerken die we in het veld zien, negatieve kenmerken die we in het veld zien, kunnen we scoren. En met die scores kunnen we die fragility curve dan vermenigvuldigen. En dan krijg je een andere fragility curve. Hier zijn positieve kenmerken waargenomen. Dit is de rekenkundige lijn. Nou, positieve kenmerken gaat die lijn omlaag. Dat betekent dus dat we lagere faalkansen inschatten op basis van onze inspectie. Dit is een methode die in Amerika al veel gebruikt wordt. In Nederland is die nog niet gangbaar, dus die scoretabellen die ontbreken nu nog. Maar hebben we wel gesignaleerd als misschien is dit wel een methode die misschien leuk is om eens wat verder te onderzoeken. Omdat dit mooie verbinding geeft tussen wat we berekenen en wat we in het veld zien. Nou, heel veel verschillende methodes, met allemaal verschillende, allemaal geschikt voor bepaalde situaties. He, voor bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij redelijk soepele normen en relatief kleine variaties in de waterstand, daar zitten we dus eigenlijk in het rode bereik, daar zijn vooral methodes die heel erg richten op beheer en inspectie, zijn daar vooral heel bruikbaar. En waarom? Omdat bij lage normen, soepele normen en kleine variaties in de waterstand, daar lijkt de dagelijkse situatie waarbij we inspecteren, lijkt heel veel, of verschilt in ieder geval niet zoveel, van onze toetssituatie. Dus als we zien dat die in dagelijkse condities die kade goed presteert, zegt dat heel veel over wat die doet tijdens toetssituaties. Nou, als we naar hele hoge normen gaan of heel veel variatie in waterstand, dan kom je toch uit bij je rekenkundige modellen. Nou, hier zie je ook heel veel manieren, maar ook hier afhankelijk van wat heb je nodig? Hè? Hoe diep moet je gaan om bijvoorbeeld een kade nog goed te keuren? Als je weet, die voldoet wel, dan ga je natuurlijk niet met de meest geavanceerde methodes toetsen, maar dan kies je voor wat simpelere methodes, als je er daarmee al uitkomt. Dus meer om een beetje een beeld te geven dat er heel veel verschillende mogelijkheden zijn. Hoe hebben we dit in Ommoord aangepakt? Daar hebben we ook een beetje afgeweken. Wat we eigenlijk in de huidige toetsmethodiek doen, is dat we gewoon zeggen, we hebben een heel aantal doorsnedes. Bijvoorbeeld onder 100 meter en die gaan we, hebben we zoveel faalmechanismen en we gaan voor elke doorsnede, voor elk faalmechanisme gaan we een berekening maken. Nou, dan heb ik gezegd, dat gaan we niet doen. We willen namelijk niet weten of elke doorsnede voldoet. We willen weten wat die overstromingskant van het traject ongeveer is en of dat voldoet aan onze norm. Dus wij zijn kijken naar wat zijn nu de dominante faalmechanismen. Beekhoogte en stabiliteit binnenwaartse zijn. En wat zijn nu die dominante locaties? En alleen naar die locaties zijn we gaan kijken en op basis daarvan hebben we een uitspraak gedaan over de overstromingskant. Nou, hoogte hebben we Promoto gebruikt. Probabilistische berekening is momenteel binnen de huidige benadering ook al mogelijk. Promoto wordt al veel gebruikt. Binnenwaterstabiliteit hebben we probabilistische berekening gemaakt met fragility curves. En wat daar leuk is om te noemen is, veel maken we fragility curves met als belasting de waterstand. En wat we zien bij die rottekade is, nou, die buitenwaterstand die varieert namelijk. Het is een boezemkade. Dus die is ook, kan ook nooit bepalend zijn voor de veiligheid van elkaar. Want het verschil tussen normale situatie en toetssituatie is ook maar heel klein. Dus
Door eigenlijk gezegd, nou, dat is helemaal geen drijvend mechanisme voor mijn stabiliteit. Voor mijn stabiliteit is de phreatische lijn en mijn verkeerslast, die zijn veel belangrijker. Dus we hebben fragility curves gemaakt waar we juist ook die belastingen als drijvende belasting hebben geschematiseerd. En naar onze mening krijgen we daardoor berekeningen die veel beter recht doen aan het daadwerkelijke gedrag van die kade. En tenslotte hebben we ook nog bewezen sterkte toegepast, waarmee we dus ook nog een flinke aanscherping op ons vouwkans hebben behaald. Wat dus vooral belangrijk is, en als we dit even spiegelen aan de overschrijdingskansnorm, binnen de overschrijdingskansbenadering die we op dit moment gebruiken, kan dit dus niet. Kunnen we dus niet andere belastingen ineens als drijvend mechanisme stellen. Want die hele overschrijdingskansbenadering, die is afgeregeld op de buitenwaterstand. De norm schrijft namelijk letterlijk voor een bepaalde overschrijdingsfrequentie van je buitenwaterstand. Dus als je dit soort aanpassingen wil doen, en veel waterschappen zijn al bezig met aanpassingen als bewezen sterkte en misschien zijn andere belastingen dominant, dan heb je iets van een overstromingskansnorm nodig. Nou, de conclusies. Even heel kort. Nou, de gevolgenbepaling. We kijken breder, maar we werken grof en fijn. Systeemmaatregelen kunnen leiden tot een soepelere norm, maar vereist een vorm van betrouwbaarheid. En we moeten nog maar even kijken hoe dat juridisch uitpakt. Kosten-batenanalyse. Heel veel groot verschil tussen afkeergrens en optimale ontwerpnorm. En in de toetsing zien we heel veel verschillende mogelijkheden. En het hangt maar af van de situatie wat het beste is. Dus zou je kunnen denken aan, moeten we niet gewoon werken met een menukaart van welke toetsmethodieken er allemaal zijn. En dat de beheerder zelf kan kiezen. Nou, dit ga ik gebruiken en dit vooral niet. Misschien even kijken hoe lang we nog hebben. We hebben nog een kwartiertje. Ik heb nog wat stellingen ter discussie. Maar misschien kunnen we eerst nog even heel kort of er vragen zijn op wat ik tot nu toe verteld heb. Ja? Twee vragen. Bij het bepalen van de schade, kijk je dan ook naar slachtoffers en getroffenen en doet je dat ook in geldbedrag uit, zoals al bij pingerichting is gebeurd? Dat zou in principe wel kunnen. Wat we eigenlijk hebben gezegd, daar heeft Henk vanochtend ook al even naar verwezen. Slachtoffers worden vaak wel berekend, maar best wel vaak in orde. 3-4 slachtoffers. Waar eigenlijk hebben we gezegd, nou, dat zijn de onzekerheden in het model zijn veel groter dan wat je daadwerkelijk uitrekent. Dus dat zijn eigenlijk nietszeggende uitkomsten. Dus sowieso zou je een ondergrens aan moeten stellen. En wat wij hebben gezegd, nou, kijk eerst eens of je ze kwalitatief mee kunt nemen. Dus maak inschattingen voor verschillende gebieden. En kijk dan, hè, op basis van een soort maatschappelijke afweging, wat zijn veel slachtoffers en getroffenen bij een regionale doorbraak? Wat is gemiddeld en wat zijn er weinig? En dat je dat dan op bestuurlijke afweging, dat je op basis daarvan misschien afwijkt van je technische norm. Dat zou onze eerste aanbeveling zijn om op die manier op te lossen. Is er nog een vraag? Ik had nog een vraag. Als je kijkt bij de primaire keringen, daar is op een gegeven moment ook gekeken wat is de investering die nodig is om een factor 10 in veiligheid te winnen. Hier is dat zo te zien anders gebeurd. Maar als je het daar ook op die manier zou laten, kom je dan op een vergelijkbare norm of komt daar dan echt iets anders uit? In principe zou je op een vergelijkbare norm aan moeten komen. Alleen wat bij primaire keringen wel voornamelijk is gebeurd, is dat het vooral is afgeregeld op hoogte. En wat we en stabiliteit, die moet eigenlijk meegroeien met de hoogte. Dat is eigenlijk nu toe altijd gebeurd met dat soort analyses. En wat je eigenlijk regionaal vaak ziet, is dat de stabiliteit, die wordt steeds belangrijker, ook nog ten opzichte van de hoogte. Dus je zou dan wel, die factor 10 zou je dan wel heel goed moeten uitdrukken, waarbij je zowel de hoogte als de stabiliteit meeneemt. Van René, die MKBA, heb je daar een specifieke tool voor gebruikt? Is daar een leidraad voor? Of, nee, in principe niet. In principe hebben we hier gewoon eigen schade sowieso voor kosten. Ja, dat is ja. En hebben we 2,2. Nou, dan doen we het of niet? Hoe maak je die keuzes? Daar zijn wel tools voor. Die hebben wij niet gebruikt. We hebben puur voor de pilot dingen gekozen. Hou het vooral simpel. En ook met enkele aannames. Maar in principe kun je je overstromings, je risico, de gevolgen, die kun je rechtstreeks relateren aan je norm. Want dat is risico maar gevolg. En er kan wel gevolg bij norm, er kan wel nog wel eens wat verschillen. Omdat bij een hogere norm ook hogere waterstanden voorkomen. En bij investeringskosten zou je ook kunnen zeggen, nou ja, als ik hem wil versterken tot deze norm, dan kost me dat zoveel. Als ik hem wil versterken tot deze norm, kost me dat zoveel. Dan kun je gewoon gevoeligheidsberekeningen voor doen. Dus in principe hebben we het in de basis. Hebben het zo simpel gehouden, maar daar kun je wel tools voor maken en dat kun je zo ingewikkeld maken als dat je wil. Over de simpele MKBA, zonder
iets kunnen. Ik ben vooral aan het zoeken van welke termijn op horizon hou je die KBA-som aan. Want als daar een kader voor 30 jaar of voor 60 jaar versterkt wordt, dan zit er een heel ander kostenplaatje. Precies. Die jaren te doen. Mee eens, dat hebben we wel onderzocht in de pilot. Dat is inderdaad, heb ik niet gepresenteerd. Daar hebben we in principe wel aannames over gedaan. Van, nou, we versterken om de 50 jaar bijvoorbeeld. En dan is om de 50 jaar steeds investering nodig. We hebben wel gevoeligheidsanalyses gedaan. Nou, wat nou als we dat één keer per 25 jaar zouden doen? Of één keer per 100 jaar? Hoe zou het er dan uitzien? Nou, je ziet die lijnen die verschuiven wel wat. Maar het belangrijkste wat opvalt, die grote bandbreedte die blijft. Ketenbenadering, dat plaatje wat je hebt gezien, dat heb ik ook heb laten zien. Ik vroeg me af, stel dat je een overstroming van je gebied hebt, je hebt een bepaalde inundatie diepte, waardoor dat je berekening houdt met dat een aansluitend gebied ook kan overstromen, kan daarmee je overstromingskans ook weer verlagen. Of in ieder geval de gevolgkosten meer verlagen. Zeg maar. En dat daarmee je zijn norm lager zou kunnen hebben. Ja, dus doordat je ene gebied overstroomt, wordt de belasting in het andere gebied lager. Ja, dus inderdaad, ja. Wordt minder. Dat klopt. Alleen is dat iets wat je naar mijn mening nooit zou willen meenemen in je normering. Want eigenlijk wat je dan bent aan het doen, is een soort van overlaatgebieden aan het maken. Die dan niet. Dus overlaatgebieden zijn wel systeemmaatregelen. Maar het al meenemen in normale polders, dan ben je eigenlijk onbewust rekening te houden met overlaat. En volgens mij moet je dat niet. Niet willen. Ja, je hebt een aantal keer genoemd dat er voor de gevolgen, de niet-financiële gevolgen, dat je kwalitatieve aannames gaat doen en dat daar bestuurlijke keuze in zit. Volgens mij is dat enerzijds heel prettig omdat je dan geen schijnwerkelijkheid gaat uitrekenen, waar je even moeite voor moet doen. Aan de andere kant vraag ik me wel af. Is het een probleem dat dan verschillende provincies met name die daarmee bezig zijn, tot hele andere uitgangspunten kunnen komen? Zijn er middelen voor om ze eventueel naar elkaar toe te brengen? Nee, ik denk inderdaad wel dat je ze misschien nog wat meer naar elkaar toe zou kunnen brengen. Als je dat meer uniform wil hebben. Van de andere kant denk, zou het er wel naar moeten zijn. Kijk, die inschatting, of het significant is, die zou in principe wel een beetje tot hetzelfde moeten leiden. Dus als het ene, stel twee provincies. Doen het, de ene zegt nou, we breken het wel in detail uit. En de ander zegt, nou, het is niet significant, dus ik reken het niet in detail uit. Dan zou het dus wel zo moeten zijn dat het in de norm uiteindelijk niet veel resultaat heeft. Of niet veel verschil oplevert. Ja, ik kan me nou voorstellen dat als het wel heel sterk uiteenloopt en je krijgt in hetzelfde watersysteem twee provincies die hele andere normen gaan opleggen, dat het wel eens ingewikkeld zou kunnen worden. Nee, precies. Maar daarom hebben we dus wel gezegd, nou, het is dus geen vrije keuze om het niet te beschouwen. Je kunt het alleen zeggen van het is niet relevant als je ook daadwerkelijk in ieder geval aannemelijk kunt maken. En wat dan aannemelijk is, dat is misschien iets waar we nog verder moeten. Dat het inderdaad niet relevant gaat zijn voor je norm. Daniel, je hebt ook nog een vraag? Ja, je gaf aan dat er een groot verschil zit tussen die toetsnorm en die verder norm voor 7 volgens mij. En dat we nu die IPO-klasse gebruiken, die geen norm voor beide gevallen hanteert. Aan welke is die te linken? Is dat de toetsnorm? Zou dat betekenen dat we veel beter gerichter kunnen ontwerpen? In principe is de IPO-norm, de huidige IPO-norm is de toetsnorm. Dat betekent dat we gaan terugbrengen naar toetsniveau, maar dat we eigenlijk veel efficiënter zouden kunnen nadenken over hoe we versterken. In principe wel. Ik had nog een aantal stellingen en ik zie dat we wel, we hebben nog 5 minuten, maar daarom heb ik denk ik de leukste op ingezet, want daar had ik al rekening mee gehouden. En misschien om een beetje discussie te voeren, ook over de verschillende benaderingen die er zijn, de huidige en een overstromingskansbenadering. Maar als we nu stellen, de huidige veiligheidsbenadering is goed genoeg, waarom zouden we iets anders willen? Is er iemand die daarop wil reageren of is er iemand die het daar heel erg mee eens is of iemand die het daar heel erg mee oneens is? Ja, maar als we horen dat. Ziet er bijna uit als dat je met een andere benadering dat je veel kostenefficiënter kunt werken. Dat als je toetst op dezelfde norm als dat je ontwerpt. Ja, maar dat zou wel ook in je overschrijdingskans. Dat zou wel in de huidige benadering wel ook kunnen, want daar wordt ruimte voor gegeven in de leidraden. Dus de leidraden geven wel aan, als je gaat versterken, je mag gewoon een nieuwe kostenbaatanalyse doen en je mag zelf die norm bepalen. Dus
dat kan ook een huidige benadering. Maar zeker lijkt me dat heel goed om te doen. Evelien? Ja, waarom we dat nu dus, in ieder geval bij ons, nu niet doen, zeg maar, grof, robuuster ontwerpen, zeg maar, is omdat je dus je onteigening, die moet je op basis van, zeg maar, daar moet je juridische grondslag toe hebben. En we vinden het akelig, zeg maar, we denken dat we het niet rondkrijgen als we dus zeggen, nou, we gaan inderdaad lekker efficiënt voor de toekomst alvast robuuster aanleggen. Dus dat is, dus inderdaad, die ruimte is er, maar toch merk je terughoudendheid. En bij ons is er in ieder geval een voorname reden omdat die juridische grondslag voor onteigening dan... ja, ik weet niet of het eigenlijk helemaal ontbreekt of dat we daar gewoon niet aan toe durven. Maar dat... In principe zou je ook kunnen zeggen dat als je een kostenbatenanalyse maakt, dat je een beter verhaal hebt. Dus daar vind ik, ja, hè? Ik zou het ook wel... Of die hele procedure en die reputatieschade of zo die dat op kan leveren door die onteigening, die is niet meegenomen in de kostenbatenanalyse. Dat kun je ook zeggen. Als je dat meeneemt, is dat ook gewoon een factor. Ja, ja. Ja, ik weet niet precies, daar houden allemaal mensen zich mee bezig, ja. Maar ik weet in ieder geval dat dat bij ons een rol speelt. Is er niemand anders die wil reageren? Dat gaan we. Ja, ik ben wel benieuwd omdat je ook afsloot dat eigenlijk andere factoren zoals verkeersbelasting in dit geval veel belangrijker zijn voor regionale kinderen dan zo'n waterstand. Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat vind jij daarvan? Dat die norm dus heel erg afhangt van de kans van een waterstand. Ja. Ik denk wel dat de eerste nuancering die er wel is aan te brengen, ook ten opzichte van mijn verhaal, is dat dit voornamelijk geldt voor boezemkades. Dus voor regionale rivieren kan het best wel zijn dat die buitenwaterstand wel belangrijker in ieder geval als voor boezemkades. Dan is het de vraag, dan zal het misschien een beetje een evenwicht zijn wat heel belangrijk is. Maar zeker voor boezemkades denk ik dat je naar iets als een overstromingskans zou moeten inderdaad. Omdat juist, ja, je kunt wel alles afregelen op die buitenwaterstand, maar ja, die overschrijdingskans, die is geregeld door je buitenwaterstand. Maar als je buitenwaterstand niet veel betekent voor je kade. Maar ik heb nog één. Nou, deze hebben we eigenlijk behandeld. Is iemand hierop wil reageren? Daar had ik nog wel een vraag over eigenlijk. Want we hebben het nu heel erg gehad over de totstandkoming van een norm. Dat eigenlijk... op basis van dan overstromingskans gebeurt. Maar volgens mij kun je dan in principe nog steeds zeggen, nou, dan pak ik die norm, dan reken ik daar de maatgevende waterstand bij en dan ga ik gewoon deterministisch toetsen. Dat zou nog steeds kunnen. In principe kan dat dus inderdaad wel. Het is even de vraag of we dat kunnen met onze huidige partiële factoren die we nu ook gebruiken, of dat daar even een correctie nog op moet plaatsvinden. Maar in principe zou je de huidige toetsing ook zodanig kunnen inrichten dat als je weet dat je aan die veiligheidsfactoren voldoet, dat je ook aan je overstromingskansnorm voldoet. Dus dat je dat wel als basis kunt gebruiken, waarbij je ook je oude rekenresultaten uit eerdere toetsingen zou kunnen hergebruiken. Want dan hoef je het resultaat alleen maar te spiegelen aan die nieuwe veiligheidsfactor. Precies. Dus daar is eigenlijk een half antwoord op de vraag. Het hoeft niet per se. Precies, dat denk ik ook. Dan misschien de laatste, want ik denk dat er momenteel weinig met bewezen sterkte nog wordt gerekend. Is er iemand die een gevoel bij heeft? Ja, bewezen sterkte is alleen bewezen sterkte totdat hij niet bewijzen doet. Dat klopt wel. Maar bepaalde regionale keringen hebben natuurlijk nog wel eens de tijd om te degraderen in de loop van de tijd. Waardoor de sterkte afneemt. Ja. Dus ja, dit is waar tot het tegendeel bewezen is. Maar daar wil je niet op wachten. Nee, mee eens. Iemand anders? Moet ik zeker weten dat die bepaalde belasting heeft bestaan. Dus was de phreatische lijn ook daadwerkelijk hoger in je dijk? En vaak rekenen we ook nog met de verkeerslast en de verhoogde phreatische lijn. Nou, die combinatie. Mooi als dat in die opgetreden is, dat je dat zeker weet. De kans dat je dat zeker weet is in die opleiding. Zeker, maar als je dus wel met die last, die belastingen gaat variëren, zeg maar, als je die dus meeneemt in je toets, dan zijn er dus wel, vallen er veel meer scenario's af in je bewezen sterktetoets, als dat je alleen met je waterstand als variabele rekenen en altijd met een hoge verkeerslast erop, want die kun je nooit bewijzen, zeg maar. En zeker dat verhaal klopt ook, maar voor
boezemkaders waar vaak de variaties relatief beperkt zijn, zegt het heel veel over een kering dat die er vandaag ligt, zegt heel veel over het feit dat die er morgen ook nog wel zal liggen. En zeker gaat het op een bepaald moment, kan het misgaan. Dus ik denk zeker als je WST wilt toepassen, moet er heel veel aandacht zijn voor degradatie. Dus zul je ook iets met toetsen op degradatie en dat in ieder geval heel erg moeten koppelen aan inspectie. Maar wat verder belangrijk is, want ik weet niet of hier veel mensen zitten die toetsen, wordt er wel eens binnen toetsing nu gebruik gemaakt van bewezen sterkte? Nee, ja, in ieder geval wij doen het niet, omdat dat we dus inderdaad niet kunnen bewijzen dat al die, de belastingen zijn opgetreden. Ik vraag me ook in deze stelling, bewezen sterkte in deze stelling is ook toch eigenlijk het, de faalkansupdating, dus is alsnog een heel rekenkundige methode. Nou, hoeft niet. Dat kun je ook praktisch. Maar dat is misschien een heel inhoudelijke vraag waar we nu geen antwoord op gaan geven. Maar bewezen sterkte kan ook zo eenvoudig tot heel gedetailleerd en geavanceerd. Maar wat voornamelijk belangrijk is, is dat bewezen sterkte, dat zien we ook in de pilot, daar kun je best wel veel winst mee boeken. Door dus in belastingen die, waarvan je weet dat die in het verleden hebben opgetreden. En de variaties van belastingen zijn klein, dan kan je best wel veel winst boeken in de faalkans hier berekend. Maar ook voor bewezen sterkte geldt, het is een methode die je eigenlijk alleen maar kunt toepassen als je een overschrijdingskansnorm hebt. Dus bij een overschrijdingskansnorm kan volgens de wet, zoals het geregeld is in provinciale verordeningen en dergelijke, past een bewezen sterkteanalyse past daar niet in. Dus dat zijn wel ook zaken die eigenlijk zouden aangeven van misschien zouden we toch serieus moeten gaan nadenken over een overschrijdingskansnorm. Ja? Ik weet niet of het nog in andere stellingen langskwam, of aanhoudt op nummer 3, die overstromingskansbenadering. Bij primaire kering zijn we ook met aan het kijken, heel erg de input van werklengtes en dergelijke. Nou zit dat soms wel een beetje in de in aanwijzingen in de norm, zeg maar. Ja. In aanwijzingen in de norm. Maar het wordt lastig. Is daar al ervaring mee? Nee. Mijn lengte-effect, denk dat je voornamelijk bedoelt? Ja, maar ook delen van faalkansbudget over een andere faalkans. Zeker. Nou, kijk, als we het opbouwen zoals we net hebben gedaan en je gaat alleen maar naar je belangrijkste doorsneden kijken, dan heb je dat faalkansbudget niet nodig, want dan ga je gewoon van onderop ga je opbossen. Als je van bovenaf gaat verdelen, heb je dat wel nodig. Dus misschien voor tussenvormen, waarbij we bepaalde stukken wel goedkeuren volgens de huidige toetsmethodiek. En voor anderen, we geavanceerder willen kijken met bewezen sterkte en zo, zullen we daar wel iets mee moeten doen. Maar dat zijn, dat gaf Henk vanochtend ook al aan, dat zijn eigenlijk nog twee stukken die we aan elkaar moeten knopen. Dat kan wel, maar dan moeten we nog even naar kijken hoe we dat praktisch werkbaar kunnen maken. Nee, dat is nu nog niet. Hier wil ik eigenlijk bij laten, want volgens mij staan volgende groep al klaar.